Een hele goede morgen. Althans, het is nu tegen de middag aan. En ik zit nu al even hier met mijn ontbijtje voor mijn neus. Mama, papa en Romy zijn al naar het strand. Maar ik moet zelf even mijn vlog bewerken. Dus ik, oma en jullie gaan wat later. Ik heb trouwens dit leesshootje van de Stinga. En ik ga nu al even dit naar binnen werken. En dan gaan we ook lekker naar het strand. Nou, we zijn weer uit de deur en we gaan nu de auto pakken. Ik loop nu momenteel op mijn blote voeten, aangezien ik altijd... Oh sorry, ik heb gewoon mijn mond zo irritant als ik dat iemand zie op de vlog. Dus ik stop hem even onder mijn tong. Ik heb altijd mijn schoenen in de auto liggen. Ik weet niet waarom, het is gewoon een tik. Ik loop altijd op blote voeten. De mensen die mij ook kennen, die weten ook gewoon dat ik altijd op blote voeten loop. In ieder geval, wij gaan nu richting het strand. Wij lopen nu uit de parkeergarage en we gaan richting Playa Miguel. En hopelijk gaan we gelijk eten, want ik heb echt honger. Het lopen van het strand en het was echt irritant, want oma en zo waren allemaal best goed gegaan, dus we dachten dat we wel een bed zouden hebben, maar dat was dus niet. Dat was zo'n groot bed waar je lekker op kan liggen, maar die hebben in ieder geval alvast voor morgen bed gereserveerd en er was echt nog maar één plekje, dus dat is wel echt ideaal. Dus we kunnen morgen lekker op zo'n groot bed liggen. We gaan bijna weer naar huis toe. Nou, in ieder geval, wij gaan nu alvast de auto pakken en dan gaan we zelf douchen, aankleden en dan gaan we daarna uit eten. Een hele goede avond. Het is momenteel 7:15 en ik ben klaar. Ik heb dit jurkje aan van de Bershka en nog geen schoenen, want mijn hakken is in de auto. Wij gaan eten in Fuengirola en daar heb je vis en biefstuk. En ik ben er zelf nog niet geweest, mijn vader en moeder wel, dus ik ben benieuwd. Nou, we stappen nu snel de auto in, want we zijn al een kwartiertje te laat. Nu kan ik heel even vertellen, we rijden trouwens dus achteruit, waarom dat we zo moesten haasten. Want we konden bij het restaurant kunnen we niet reserveren, hè? Dus daarom dat we al om 7 uur gingen. Het was dus nu 7:15. 7:30! Oeh, het is 7:30. Nou, wij gaan nu snel rijden. En jullie zien dadelijk al waar het is. Allemaal jongens zijn strijders als Mandela. Allemaal jongens die streven naar die mela. Schrikken niet meer van Jella. Praten ijs als vanilla. Allemaal jongens zijn strijders als Mandela. Wij zijn gearriveerd in Fuengirola. We zijn in Fuengirola. Ja. In de Fuengirola. Ja, en mama, kom eens even op mijn vlog. Davy, kijk hoe klein ik naar je Want mijn moeder is boos dat ze nooit op de vlog was. Gaat toch weg, man. Zeg eens even iets, wat zie je er toch knap uit, moeders. En oma, oma is er ook weer bij natuurlijk. Alleen ons vrijhekken is thuis. En we gaan nu lopen naar... En we gaan nu lopen naar het restaurant. En die ruzie op de weg was echt te erg. Het was echt zielig voor de fietser. Maar ja, niks aan te doen. Dus wij gaan nu lekker naar het restaurant. Nan, wat moet je doen? Zo, Deen is er even niet. Dan gaan we heel zeker even filmen. Dus mijn schoonmoeder, Ria. Dat is onze jury. En gaat er niet. Nou, tot ziens. Nou, wij zitten nu heel even bij een cocktailtentje. Ja, binnen. En aan de overkant hier zit een make-up / parfumwinkel. En dat is een beetje hetzelfde idee als Parcello in Nederland. En daar heb ik net 2 parfumjes gehaald. Want wij moesten 50 minuten wachten tot we konden gaan eten, omdat je dat niet kan reserveren. En wij dus te laat waren. Nou, in ieder geval, wij gaan hier even lekker een cocktailtje drinken en wachten tot de bel komt, zodat we eindelijk kunnen gaan eten. Nou, zoals jullie zien was het echt super leuk gedaan. En het heet de Gin & Cocktail Bar in Fuengirola. Ik heb lekker de cocktail voor mijn start. We gaan nou naar de havenclub. Mijn cocktail is bijna op en ik krijg het echt heel erg warm van deze cocktail.
Het is echt heel warm. En ik zie het op mijn kanaal dat ik 600 abonnees heb. Dus er weer 100 erbij. Daar wil ik jullie allemaal voor bedanken. En ik hoop dat jullie de video's nog steeds hartstikke leuk vinden. En ik kreeg net echt een super grappig berichtje. Althans vanmiddag. Van een meisje die mijn vlog had gekeken. En ze stuurde mij een berichtje dat haar hond ook fan van mij was. En ik ga jullie de foto laten zien die ze mij stuurde. En zij stuurde mij dus deze foto. Ik wacht nog. Ik vond dat echt zo grappig. Ik moest echt grappig in mezelf. Maar mijn vader kon echt niet zeggen dat ze nog niet aan het zijn. Dus ik denk dat het nog een cocktail wordt. Maar ik heb echt heel erg van. En we zijn nu bij de tweede ronde. Omdat we allemaal wachten op ons eten, zijn we eigenlijk een beetje allemaal dronken geworden van de cocktails. Vooral mama, want zij, haar jurk was afgebroken. En we werden net geroepen dat we eigenlijk moeten gaan eten. Dus we zijn bij het restaurant. En we gaan hier alles leeg eten. Ja, moet ik. Kom maar. Oké, maak het even een foto. Uit een picture. Nou, wij hebben net met z'n allen ruzie gehad bij het restaurant waar we wilden eten. Omdat wij 2 uur hebben gewacht bij het ene restaurant. Althans 2 uur hebben gewacht bij de cocktailbar. En daarna riepen ze ons of een tafel vrij was. En toen was er alleen een tafel vrij voor 3. Dus we hadden 2 uur gewacht op een tafel van 3 personen. En toen zei ze allemaal tegen ons van ja, go, go, if you want to eat somewhere else, go, go, go. Ja, nou, sorry, het was zwaar schandalig. De naam heb ik niet kunnen onthouden, maar die ga ik dadelijk zoeken. En dan zal ik jullie geven naar het restaurant, want gisteren waren mijn ouders aan het eten met 6 personen. En toen konden ze natuurlijk wel allemaal lachen en het was allemaal heel erg leuk. Het waren 2 personen. En nu ze ons nu zien en gaan ze allemaal andere mensen voorlaten. Ja, en wij hebben gewoon 2 uur gewacht. Echt serieus schandalig. Ik ga daar ook even de naam van het restaurant laten zien. Voor de mensen die naar Spanje gaan, ga je daar niet eten. Oh, ik zie trouwens de naam van het restaurant. Het heet Colen en het zit in Fungirola. Het zit op dit pleintje. En het zit daar op het hoekje. Dus ga daar niet eten, want als ze komen zijn ze alles goed voor je. Maar als de keer niet uitkomt of het is een beetje druk, dan sturen ze zo weg. Dus het is best wel, je moet daar best wel goed betalen, zeg maar. Dus ga daar niet naartoe. Het is nu momenteel 12 uur en we hebben nog steeds niks gegeten. En deze muggenbrot op mijn hoofd lijkt echt op een mega grote vuist. Maar dat is het dus niet. En we gaan nu kijken of we op hetzelfde pleintje kunnen gaan eten. Maar we zijn dus hier aan het wachten omdat er net een ruzie was. Dus gaan we daar niet weer bij hetzelfde eten. Want anders gaan we niet met z'n allen weer het plein op voordat we daar kunnen zijn, omdat er ook geen plek is. Maar ik heb echt mega erg honger. Het is 12 uur en ik heb gewoon nog steeds niks gegeten. Hier is nog even vragen of dat de plek is bij dat andere tentje. Maar dat zit echt schuin tegenover dat tentje waar we dus ruzie hadden. Ja, het was niet echt ruzie. Het was gewoon meer irritatie omdat die 2 uur hadden gewacht. En dat ze in één keer roepen dat ze een plekje hadden voor 3 personen. Dus dat is wel een beetje lullen. Nou, we hebben nu iets anders gevonden. En Rome zegt dat het op de markthal lijkt. Want ze hebben allemaal verschillende tentjes. Sushi. Mexicaans. En het ziet er dus zo uit. Ik ga wel even binnen filmen. Daar gaan we niet. Oké, okay, goed. Recht bakken, hè? Nou, het is dus iedereen weer vrede. Iedereen. Kijk dat mijn kleding naar iedereen zijn weer vriendjes met elkaar. Maar ga je door je benen heen? Nee, ik sta gewoon recht. Make-up hakken aan die slippers. Oké, mag ik ook in de camera vasthouden? Nou. Ik kom onze alcoholist staan. Wij hebben ook een lekker probleem. We moeten dus helemaal omlopen. Omdat we bij het ene restaurantje ruzie hebben. Bij het andere restaurantje heeft jury gereserveerd. Maar zijn dus bij dat andere tentje gaan eten omdat we niet meer nog konden wachten. Dus we zijn nu echt helemaal om aan het lopen. Nou, wij onder elkaar is het allemaal weer goed. En we gaan nu. We gaan nu gezellig op stap. Zijn leven. Alles wat je laatste dag is een leeg. Ooit het af is een leeg. Pak alles wat je kan. Wat we gaan doen is, ik ga even weg. En dan ga ik zeggen, dames en heren. Dean Saunders. En dan gaan jullie helemaal uit jullie dak. Gewoon helemaal, wauw. Alsof Ben Saunders opkomt of zo, weet je wel. Weet je wel.
En dat zien de rechters dan ook morgen, ja? Oké, welkom bij mijn allerlaatste optreden. Oké, ik ga daar staan, wacht even. Ron, jij moet ze filmen, hè? Morgenavond om 7:50 bij RTL Boulevard. Cameraman, ja, duimpje omhoog. Dames en heren, hier is hij dan. De goedkopere versie van Ben Sanders. Dean Sanders! We zijn hier in de Tourmalines met een Foom Foom. Ik heb dan mogen optreden en Demi was er ook. En Demi, vond je het leuk? Ik vond het echt leuk. Ja? Oké, ik ben net klaar en ik vond het wel gezellig eigenlijk. Ja, je hebt een beetje gefilmd, toch? Ja, ja, dan kom ik in Demi de vlog. Ja, jij komt maar. Dag allemaal. Zo, wij zijn weg bij de Foom Foom. En we gaan heel even richting 24 Hour Square. En daarna gaan we lekker naar huis. Dus gaan we lekker naar het strand. Omdat papa en mama helemaal oma en mama thuis een beetje alles gaan opruimen. Wij zijn aangekomen bij het 24 Hour Square. Ik heb Bounce, mijn lieve vriend, nog niet gezien. We zijn hier alweer. Oh, hij is er wel. It's my best friend. The beautiful girl, she with a bounce. Wow. Oh, she wanna leave today. It was the last day. Can you last day, we miss her. We love her like a bounce. Hey, bye bye, high five. Bounce. Always. See you next year. Take care, bro. Het is nu momenteel 3:00 ongeveer, denk ik. En wij gaan nu richting huis. Want we moeten mogelijk vroeg uit. En het was ook niet echt super leuk eigenlijk. Nee. Dus we gaan nu de auto in. En dan gaan we lekker richting huis. Zo, wij zijn nu thuis aangekomen. En ik wil even hier staan, want hier een beetje fatsoenlijk licht is. Wij gaan nu lekker naar boven, gaan we slapen. En morgen gaan we dus lekker op het strand liggen. Sorry, bijna de laatste dagen nu. Heel erg bedankt voor het kijken naar mijn video. Vond je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen weer. Slaap lekker, doei doei!